Wij van Fluvius, wij willen graag een beetje de aandacht van alle Genkenaren trekken, omdat Fluvius net gestart is met een pilootproject om glasvezelkabel aan te leggen in 7 Genkse wijken. De eerste Genkse wijk die aan de beurt komt is Genk Centrum Noord. De eerste spade gaat in de grond in de Hulsbeststraat. En dus aangezien Fluvius sowieso al instaat voor de aanleg van gas, elektriciteit en dergelijke meer, gaan zij nu ook glasvezelkabel aanleggen. Waarvoor dient dat? Dat is eigenlijk het internet van de toekomst die de Genkenaren kunnen binnenhalen in huis. Glasvezelkabel zorgt ervoor dat mensen een veel stabielere en dus ook snellere, degelijkere internetverbinding kunnen hebben en kunnen video streamen, Spotify luisteren, bellen, online gamen, alles tegelijk, zonder onderbrekingen, zonder dataproblemen. Dus dat is eigenlijk ja, het internet van de toekomst. En de mensen die in de pilootwijken wonen, die kunnen nu gratis intekenen voor een aansluiting op dat glasvezelnetwerk, nu nog tijdens de werken. Dus ze kunnen surfen naar glasvezel.fluvius.be en kijken of hun straat in het pilootgebied ligt. En dan wijst alles zijn eigen uit eigenlijk op de website. Kunnen ze gratis een aansluiting vragen. Dan komt iemand van Fluvius langs om dat te regelen. Nu, sommigen gaan misschien denken, dat gaat een duurder prijskaartje zijn. Daar moeten ze geen schrik voor hebben? Nee, daar hoeven ze op zich helemaal geen schrik voor te hebben. Dus het is zelfs zo dat op dit moment de aansluiting gratis is. Anders kost dat ook €450. Dus het is zeker nu een heel interessant aanbod. En wanneer de glasvezelkabel binnengetrokken is, dan kunnen ze eigenlijk zelf vrij hun provider kiezen. Want Fluvius is uiteraard geen internetprovider. Dus dan kunnen ze zelf... Er zijn een aantal providers die samenwerken met Fluvius, onder andere Orange. En ook via de site glasvezel.fluvius.be kunnen ze al die providers vinden. Dus de mensen hoeven geen schrik te hebben dat het duurder gaat zijn. Het is net het omgekeerde, denk ik. Want ze kunnen zelf kijken van wat past er hier best bij mijn budget en welke provider waarmee wil ik werken. Ja. Jullie hebben ook wat gadgets bij, hè, vandaag? Ja, ja. Dus het is zo dat onze dansers, die dansen met een hele grote fiberstick. Dus een soort groot attribuut met lange glasvezelkabels die groen licht geven. Om de associatie uiteraard met glasvezelkabel te maken. En de mensen die blijven staan kijken, die krijgen een woordje uitleg, die krijgen een folder mee. En die krijgen ook een eigen fiberstick om thuis... Het is heel leuk voor de kinderen om thuis mee te spelen. Het geeft ook licht. Dus dat zijn kleine versies van hetgeen waar de dansers mee dansen. Eigenlijk is het gewoon doen, hè? Ja, uiteraard. Dus mensen hebben niets te verliezen. Ze komen shoppen in Genk. Ze kunnen hier tot 5 uur vanavond komen kijken naar ons. Een fiberstick meenemen naar huis. En alle informatie krijgen om zelf een aansluiting aan te vragen als ze in het pilootgebied wonen.